Ik zie nu al dat ineens weer zwaar ondertrokken is, dus ik ben er zeker ook op.
Thank you.
Die hele zaal heb ik zo. Voorzichtig zijn. Journalisten die mij dat allemaal graag zitten. Ik ben gekocht. Dames en heren, de vergadering is geopend. Ik mag u meedelen dat aan de orde de mededeling is van de aanwijzing van de deelstaatsenatoren. De lijst met de voorgedragen kandidaten werd op de banken rondgedeeld. De voorzitter heeft door de politieke formaties ondertekende voordrachtslijsten bij brief van 25 juni 2019 aan de griffier van de Senaat betekend. Dames en heren, bij brief van 18 juni 2019 deelt de voorzitter van het parlement der Deutschsprachige Gemeinschaft mee dat het parlement van de Deutschsprachige Gemeinschaft zich ter vergadering van 17 juni 2019 heeft geconstitueerd. Dames en heren, dan is nu aan de orde de verkiezing van de voorzitter ter vervanging van de heer Chris van Dijk, die, zoals u weet, bij brief van 11 juli 2019 met onmiddellijke ingang ontslag heeft genomen als voorzitter van het Vlaams parlement. Vraagt iemand hieromtrent het woord betreffende de verkiezing van de voorzitter? Meneer Diependalen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben gisteren samengezeten met het uitgebreid bureau op uw initiatief en wij zouden graag Wilfried van Dalen naar voren schuiven als nieuwe voorzitter. Dank u wel. Zijn er ter zake nog andere voorstellen? Dan is er geen andere kandidaat die wordt voorgedragen. En dan verklaar ik de heer Wilfried van Dalen verkozen tot voorzitter van het Vlaams parlement. En ik verzoek Wilfried van Dalen
hier om op het sprekersstoeltje te komen plaatsnemen. Dank u wel, dames en heren, collega's. Ik neem plaats in deze stoel met gemengde gevoelens, maar een eer om uw voorzitter te mogen zijn is het zeker. Dank aan mijn partij, de N-VA, om mij deze uitzonderlijke functie toe te vertrouwen. Er zijn hier zeker collega's met evenveel en meer verdiensten dan ik, die het minstens even goed zouden doen. Dank ook aan de collega's van andere partijen, die mij mee aanmoedigden en steunden om deze taak op te nemen. Het bevestigt, collega's, dat er in de politiek wel degelijk banden gesmeed kunnen worden over grenzen van kleuren en ideologieën heen. En dat is trouwens de sterkte van ons parlement, collega's, dat wij, ook al zijn onze visies verschillend, dat wij toch telkens weer, of toch doorgaans, samen een oplossing vinden die gedragen is. De voorbije dagen waren bijzonder slopend en tonen nog eens aan hoe kwetsbaar wij allemaal zijn. Ook al is het misschien voor een korte periode, ik zal mijn uiterste best doen om met jullie allemaal, met de verschillende fracties, zo goed mogelijk samen te werken. Ik ben hier als parlementslid wel eens scherp uit de hoek gekomen, maar ik besef uiteraard dat een voorzitter een andere rol heeft, die van bruggenbouwer in het spoor van Jan Peumans. Hij is hier, geloof ik. In het spoor van Jan Peumans is het mijn bedoeling om elk parlementslid over de partijgrenzen heen correct te behandelen en zijn of haar ding te laten doen. Ik heb ook andere goede voornemens gemaakt, maar ik ben al direct in de fout gegaan. De meesten van jullie weten dat ik een bijzondere vorm van humor heb. Cynisch provocerend, er ver over soms, en daardoor in de ogen van sommigen is dat eigenlijk helemaal geen humor. Is dat niet humoristisch, is dat gewoon chockerend. Zij hebben gelijk, het kan kwetsend zijn, ook al is dat nooit zo bedoeld. Wel nu, ik heb aan onze fractieleider, Matthias, plechtig beloofd dat ik me op dat gebied zal gedragen. Sorry voor dat kleine foutje van daarnet. Collega's, maandag is er een bureauvergadering en daar hoor ik wat jullie fracties van mij verwachten en kunnen we met elkaar afspreken wat we de komende weken gaan doen. Voorzitter? Ja, voorzitter. Ik zou graag op basis van artikel 50 van ons reglement een punt op de dagorde willen toevoegen. Ik heb namelijk een schrijven net overhandigd aan de griffier waarbij Herman de Croo met onmiddellijke ingang ontslag neemt. Zijn opvolgster Freya Saïs is aanwezig. En we zouden graag hebben dat dit punt ook nog op de agenda zou kunnen worden goedgekeurd, zodat het parlement terug volledig is samengesteld. Inderdaad, dames en heren. Bij brief van 12 juli 2019 heeft de heer Herman de Croo met ingang van 12 juli 2019 ontslag genomen als Vlaams volksvertegenwoordiger. Derhalve stel ik voor de agenda aan te vullen met het onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid en de eedaflegging van het nieuwe lid. Is het parlement het hiermee eens? Akkoord. De opvolger die in aanmerking komt om de heer de Croo te vervangen is mevrouw Freya Saïs. De geloofsbrieven van mevrouw Saïs werden al goedgekeurd in de plenaire vergadering hier van dinsdag 18 juni. Vraagt hierover iemand het woord? Nee. Ik roep dan mevrouw Freya Saïs uit tot Vlaams volksvertegenwoordiger. En ik nodig haar uit om hier aan het spreekgestoelte de grondwettelijke eed af te leggen. En die eed luidt... Dat doen we voor u, hè? Dat doen we voor u, Peter. Maar dat weet mevrouw Saïs, want ze is hier al eerder geweest. De eed luidt, ik zweer de grondwet na te leven. Ik heb het ook eerst gevraagd. Ik zweer de grondwet na te leven. Mevrouw Saïs, namens alle collega's, dat hoort u, heet ik u van harte welkom, opnieuw welkom in dit Vlaamse parlement. Collega's, de Vlaamse regering komt, als ik het goed heb, nog één keer bijeen voor het reces. En een van de mogelijkheden zou kunnen zijn dat wij als parlement dan ook even de pauzeknop indrukken, maar dat spreken we denk ik best maandag samen met elkaar af. Intussen nog eens dank u wel. Ik wens jullie een fijn en ontspannend weekend toe. En ik beveel daarbij graag
de Vlaamse kust aan. Dank u wel. Ah, ja. Ik voeg er wel nog aan toe dat mevrouw Saïs, dat is vers van de pers, dat mevrouw Saïs deel zal uitmaken van de Open VLD-fractie. Dank u wel. Thank you.
Gracias.
zijn ze ermee bezig om